Op de A6 is maandagavond een persoon om het leven gekomen bij een zwaar auto-ongeluk. Dat gebeurde tussen Lemmer en Emmeloord, ter hoogte van de rustplaats Lemsterhop. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Eén van de voertuigen is uitgebrand. Naast de doden is er nog een tweede persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter met medisch specialisten is geland om assistentie te verlenen. Brandweerkorps uit Rutte, Krijl en Friesland zijn op het ongeluk afgekomen.